Ik ben op het idee gekomen voor de medicatiedispenser vanwege mijn oma. Mijn oma die had artrose, woonde in een verzorgingshuis en zij kreeg de zakjes niet open. Dus gooide de zakjes met medicatie weg. Toen dacht ik, dat moet toch anders kunnen? De dispenser werkt eigenlijk heel erg eenvoudig. In de dispenser gaat de medicatierol en in die medicatierol zitten de medicijnen op volgorde verpakt. Vervolgens gaat die medicijnrol in de dispenser en die medicijndispenser die begint geluid te geven op het moment dat je de medicatie moet gaan gebruiken. Je kunt de medicatie indoen voor 1 of zelfs 2 weken en de dispenser weet precies wanneer jij jouw medicatie nodig hebt en geeft een seintje op het moment dat het tijd is om je medicatie in te nemen. De medicijndispensers zijn eigenlijk een goede uitkomst voor mensen die veel medicatie gebruiken. Vaak kijken we van 5 of meer verschillende medicijnen. En dan zie je al gauw dat het cliënten zijn met reuma of Parkinson of dementerende. Dus het zijn niet alleen ouderen in instellingen, maar ook veel mensen dus die thuis wonen. En mensen die dus ook soms wel vergeten of gewoon heel veel medicatie gebruiken. De rol van Bananengun bij de ontwikkeling van de medicijndispenser is begonnen toen we met de oude dispenser zijn gaan kijken hoe fungeert die nou in de context. Dus dat betekent voor de cliënten, maar ook voor de thuiszorg. En toen zijn we gaan kijken hoe we de beleving van al die doelgroepen echt sterk konden verbeteren. Dus dat betekent zowel hoe dat thuis gaat, hoe wil je je medicijndispenser bedienen, maar ook de zorg die de medicijndispenser moet gaan laden elke week. Nou, we hebben eigenlijk helemaal opnieuw gekeken wat zouden we doen als we vanaf het begin een nieuw product zouden ontwikkelen. En vanuit die klantreis, dus de hele journey die zowel de cliënt als de thuiszorg meemaakt in het Medido-systeem, hoe zouden die mensen dat graag ervaren? En toen hebben we verschillende punten gevonden. Voor de cliënten is dat eenvoud. Dus de cliënt wil niet bezig zijn met de hele dag met de medicatie. Dus we hebben 3 knoppen gereduceerd tot 1 knop. Nou, waardoor we merken dat diverse cliënten al veel beter kunnen omgaan met het product. Maar voor de thuiszorg bijvoorbeeld hebben we het laden van een nieuwe rol sterk verbeterd, waardoor het veel eenvoudiger is om een rol te laden terwijl je ook tegelijkertijd nog bezig bent met alle andere taken die je graag doet als je bij de cliënt op bezoek komt. Je hebt de volgende ketenpartners nodig om de Medido-dienstverlening werkzaam te krijgen. Het begint natuurlijk bij de huisarts die het recept voorschrijft. Vervolgens komt het recept bij de apotheek. De apotheek controleert het recept en die stuurt het door naar de voorverpakker. De voorverpakker maakt er mooie zakjes van en die zakjes die komen via de thuiszorg of via de apotheek in de dispenser om ervoor te zorgen dat de dispenser de medicatie kan aanreiken. De apotheek en thuiszorg die hebben een hele nauwe samenwerking met hele korte lijntjes. Die verloopt eigenlijk heel erg goed. Op het moment dat er wijzigingen plaatsvinden of dat er vragen zijn van beide, zullen wij dat telefonisch wel dan niet in de apotheek samen overleggen. Wij als apotheek zorgen ervoor dat de medicatierol gemaakt wordt door voorverpakkers. Wij doen dat niet zelf. Wij leveren wel de juiste informatie omtrent de medicatie aan van de cliënt. De juiste medicijnen, maar ook bijvoorbeeld de tijdstippen wanneer iets ingenomen moet worden. Daarna ontvangen wij de rollen terug en zorgen wij voor een check om te zien of alles goed gegaan is. En als dat allemaal goed is afgetekend, proberen wij het op een juiste wijze bij de juiste patiënt ook te leveren. Ik denk dat in onze apotheek gemiddeld zo'n 200 patiënten en cliënten onze hulp daarbij kunnen gebruiken in ondersteuning met het veilig innemen en het goed innemen van hun medicatie. Sinds het gebruik van die medicatiedispenser zien we zeker verschil in het gebruik van de juiste medicatie op de juiste tijdstippen. En dat is erg fijn om te weten dat de cliënten het goed innemen op deze manier. Als een cliënt de medicatie vergeet, dan gaat er een signaal vanuit de dispenser naar een zorgcentrale. En de zorgcentrale die neemt dan contact op met de cliënt. In een groot deel van de gevallen krijgt gewoon de cliënt aan de telefoon, omdat de cliënt bijvoorbeeld zat te dutten. En wordt de medicatie alsnog aangereikt. Wij als alarmcentrale zijn de eerste opvang voor de meldingen die binnenkomen die de medicijndispenser afgeeft. Zo kunnen we eigenlijk contact opnemen met de cliënt in plaats van dat de thuiszorgorganisaties dit moeten doen. Zo kunnen we eigenlijk ook de thuiszorgorganisaties ontlasten.
Als de melding bij ons binnenkomt, dan is het eerste wat een van onze hulpverleners doet, is contact opnemen met de cliënt. Dit kan zijn omdat bijvoorbeeld als een herinnering dat de medicatie niet is ingenomen, maar het kan ook zijn dat het bijvoorbeeld een stroomstoring is. En dan kunnen we samen met de cliënt bespreken van dat een stekker bijvoorbeeld in het stopcontact moet. Gaat het nou niet goed, krijgen ze de cliënt niet te pakken, dan gaat er een signaal door naar de wijkverpleging en dan gaat de wijkverpleging actie ondernemen. En dan komt het voor dat ze naar de cliënt toe gaan om alsnog de medicatie aan te reiken of om andere assistentie te verlenen. We geven de cliënten de vrijheid terug doordat ze eigenlijk weer zelfredzamer worden. Dus de dispenser die weet precies op welk moment je de medicatie moet gaan gebruiken. En dat weten de cliënten natuurlijk ook. Waardoor ze dus niet meer hoeven te wachten op de thuiszorg om op het juiste moment de medicatie te gebruiken. Het allermooiste wat de Medido-dienstverlening voor zorgmedewerkers en cliënten doet, is dat eigenlijk alle partijen vinden dat, dat we op deze manier een cliënt langer zelfredzaam maken. En het allermooiste is dan om te zien of om te horen van een cliënt dat ze zeggen van hey, die dispenser die mag eigenlijk mijn huis nooit meer uit, want ik merk gewoon dat medicatie beter gaat werken.